Als er iets vervelend is tijdens het seksuele contact, is het wel dat je onzeker bent. Want onzekerheid kan je ook wel zien als een stukje angst, wat de aanmaak van PDE5 stimuleert en waardoor je erectie juist afneemt. Dus je eigen zorgen zorgen eigenlijk voor de afname van je eigen erectie. En ook al is het makkelijker gezegd dan gedaan, probeer je geen zorgen te maken. Dit begint bij je te focussen op genot, opwinding. En wat jou hierbij simpelweg kan helpen, is te vragen aan je vrouw, wat vindt zij lekker? Waar kan zij nou echt van genieten? En als je het gevoel hebt dat de omvang van jouw penis voor onvoldoende stimulatie zorgt, dan kan je dit ook aan haar voorleggen. Want wellicht is dit wel het geval, maar dan kan je samen kijken naar mogelijkheden om haar toch voldoende te laten genieten. Het is namelijk voor heel veel vrouwen namelijk helemaal niet afhankelijk van de omvang van de penis. Stimulatie van de gehele clitoris en daarmee de vulva door orale seks, maar ook door het gebruik van seksspeeltjes of misschien wel het gebruik van een dildo, zijn minstens zulke fijne manieren om je vrouw te laten genieten. Dus laat je zorgen zoveel mogelijk van je afgeleiden en probeer van het seksuele contact te genieten. En vraag wat jouw vrouw lekker vindt. En voel de mogelijkheden vooral ook niet als een tekortkomen van jouzelf, want het is juist hartstikke fijn dat je als man haar wil laten genieten en bereid bent om daarbij in mogelijkheden te denken.